De pilot met vrije openingsuren voor de horeca in een deel van de binnenstad en het havenkwartier gaat door. De proef loopt van 1 mei 2016 tot 1 mei volgend jaar. Tijdens de proefperiode kunnen deelnemende horecabedrijven vrijdagnacht en zaterdagnacht vrije openingsuren hanteren. Deze ondernemers moeten zich vooraf aanmelden voor de pilot. Zo kan de inzet van politie en toezicht goed op elkaar worden afgestemd. Wij gaan er met feestcafé de tijd zeker aan meedoen. Want ja, je moet op een gegeven moment als stad wel naar ruimere openingstijden, omdat omliggende steden dat ook gaan doen. Dus dat is zeker de moeite waard om dat in een pilot uit te gaan proberen. Ja, ik heb meegedaan aan die enquête van of je voor of tegen bent. Ik heb daar duidelijk in aangegeven dat het voor ons niet noodzakelijk is. Maar ik sluit me aan bij de wensen van collega's en de gemeente Deventer. En een pilot, misschien gaat het wel werken. Ik persoonlijk denk niet. Wij juichen dat van harte toe. Wij zijn dan in de gelegenheid om economisch wat uit te breiden. En een beetje tegengas te geven aan de regio. De horeca heeft de gemeente benaderd met het verzoek of wij willen meewerken om de openingstijden open te stellen. De horeca heeft aangegeven dat ze dat economisch aantrekkelijk vinden. Er is ook een vraag naar vanuit de bezoekers van de horeca. En vanuit dat perspectief heeft de gemeente gedacht van nou, wij willen daar graag aan meewerken. De gemeente en de politie verwachten dat door de openingstijden te verruimen het veiliger gaat worden in de binnenstad. Ik heb ook in een werkgroepje gezeten die dit, een voorstel heeft geschreven. Maar ook voorwaarden onder andere benoemd. Want je kan wel ruimere openingstijden wensen. Maar dan moet natuurlijk ook qua veiligheid moeten daar wel voorwaarden tegenover staan. Zodat een gemeente, maar ook omwonenden daar ook natuurlijk in mee kunnen gaan. Dus daar is zeker overleg geweest tussen ook omwonenden, ondernemers en de gemeente. Ja, we hebben al sinds jaar en dag goede afspraken met de horeca en de politie. We kennen een vrij goed beleid rond veilig uitgaan in Deventer. En in dit geval volgen we natuurlijk de pilot vrij intensief. We hebben ook contact met bewoners. Hè, daar waar sprake is van overlast of daar waar ondernemers zich niet houden aan afspraken of er ontstaat overlast. Dan hebben we daar een handhaving afspraken over gemaakt. Daar speelt de politie een belangrijke rol in. Hè. Zij zijn hier bijna permanent 's nachts op de brink. En zij zullen ook de gemeente rapporteren wanneer er niet aan afspraken wordt gehouden. De verwachting wat mij betreft is dat er rond die sluitingstijd minder te doen is. Voor ons is er nu echt rond 4 uur allemaal op scherp. We verdelen ons ook over de pleinen, over een plein, om te kijken van hoe gaat de uitstroom naar huis. Vallen ze elkaar nog niet in de Keizerstraat lastig of om in de buurt van het station. Dus dat monitoren we allemaal. Maar straks heb je daar meer rust in. Het zijn gewoon kleinere groepjes die weggaan. Mensen kunnen zich minder aan elkaar irriteren. Ja, en dus aan het eind van de avond, iedereen heeft toch een slokje op. En het is net hoe je humeur is. De ene is daar wat gevoeliger voor als de ander. Ja, en hoe meer mensen er zijn, hoe meer kans er is op escalatie. Dus dat valt wel weg dan. Dat is de verwachting. De bewoners van de binnenstad worden nauw betrokken bij de pilot. Er is een panel van bewoners samengesteld. We maken van tevoren heldere afspraken en meten ook het aantal incidenten voor en gedurende de pilot. En op het eind van de pilot bekijken we ook of het geleid heeft tot minder geluidsoverlast en minder incidenten. En de bewoners spelen daar gewoon een hele belangrijke rol in. Dus wij inventariseren de klachten. Nou, op het openbare ordeverhaal, meer lastige uitstromen, worden de vernielingen gepleegd, noem maar op. Dan kunnen die mensen rechtstreeks bij mij kwijt. En dat wordt bekeken, er wordt overleg met die mensen. En vervolgens wordt het met de gemeente gedeeld en bekeken of dat interventie nodig is. Ik geef het een voordeel van de twijfel. En het is een pilot van een jaar en ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Wij vinden het een verbetering en ik denk dat het voor de hele gemeente binnenstad geldt dat de spreiding, waar het ook voornamelijk om gaat, dat de spreiding van de afvloeiing van de mensen, van de gasten, ja, dat die beter gaat verlopen. De aantrekkelijkheid van Deventer wordt daardoor vergroot. Dan moet natuurlijk ook het aanbod moet daar misschien anders, dat is misschien de volgende stap. Maar we moeten zeker mee met ruimere openingstijden.